Wim was destijds de persoon eigenlijk die, laten we zeggen, de community activiteiten nog opvolgde voor een stukje. En ik was degene, ja, op dat moment nog zeer leergierig, die iedere training eigenlijk op verplaatsing, waar dat dan ook de spelen van de eerste ploeg naartoe gingen, daar was ik ook altijd aanwezig. En op een gegeven moment zei Wim tegen mij, ja, als je er toch altijd bent, dan kan je dat misschien toch zelf doen. En zo ben ik eigenlijk gerold in de, laten we zeggen, binnen het verhaal community een beetje. En niet veel later uiteindelijk werd ik ook coördinator van de onderbouw van KWS Westerlo. Ik wou op een gegeven moment, laten we zeggen, mijn engagement tot ten opzichte van de club echt wel eens tonen. En ja, ik had een nieuwe hond. Ik zeg, hoe gaan we hem noemen? En ja, het is Westel geworden. Ja, ik denk de meeste mensen uiteindelijk die mij, laten we zeggen, binnen de club, maar ook binnen de gemeente Westerlo kennen, die kennen mij, maar die kennen ook Westel. Wij zijn eigenlijk een onafscheidelijk duo. De jeugd, ja, dat is eigenlijk mijn eerste nadat. Ik geniet enorm fel van de jeugd. Gewoon waarom? Ik heb echt ambitie, laten we zeggen, met een volledig team eigenlijk jongeren op ieder niveau de mogelijkheid te geven om een kwaliteitvolle jeugdopleiding aan te bieden. En dit omkadert eigenlijk met zeer goede trainers en vrijwilligers die eigenlijk het beste van hunzelf geven. We hebben dankzij de investering die meneer Oktay gemaakt heeft, hebben wij absoluut een extra troef in handen. Dit gecombineerd dat wij eigenlijk een volledige omkadering hebben kunnen verder professionaliseren. Dat is een extra troef. In het verleden had je hier de eerste ploeg en de rest. Nu zijn we al zover dat je eigenlijk de eerste ploeg hebt, maar de rest eigenlijk nog heel veel zaken met events, met heel de accommodatie, met de jeugd, met de community. Eigenlijk al van zaken die eigenlijk ook op hoogstaand niveau werken. En vanaf het moment dat je die dingen eigenlijk aan elkaar, die zijn eigenlijk al aan elkaar gekoppeld. En vanaf het moment dat je die allemaal sterker maakt, dan gaat ieder deelfacet mijn inziens ook beter maken. Dus ik denk het woord wat anderhalf jaar geleden zelden gebruikt werd, de KWS Westerlo synergie, ik denk dat dat nu wel dagelijks te horen is op onze club. Ik ken bijna geen ruimte die eigenlijk niet vernieuwd is op dit moment. Ik denk dat de eerstkomende uitdaging is dat we eigenlijk al die investeringen, dat we die gaan nu koppelen aan mooie events. Niet events uiteindelijk voor mensen van Westerlo zelf, of die al een link hebben met het voetbal, maar dat we het een beetje ruimer durven bekijken. En dat ook mensen met geen rechtstreeks KWC Westerlo link, dat die uiteindelijk KWC Westerlo wel leren kennen via een leuk event. En wie weet dat zij uiteindelijk dan de supporter van morgen worden van onze club. Het mooiste moment, de community activiteit uiteindelijk met Wessel Circle. Dat waren 600 jeugdspelers die eigenlijk vooraf aan een wedstrijd een erehaag vormden. Allemaal met een mooie slogan uiteindelijk van de Panathonverklaring, dus nog gelinkt aan een community-activiteit. De synergie die er op dat moment was gedurende de wedstrijd, van dat onze spionkop startte met En Allemaal Samen en dat die kinderstemmen eigenlijk En Allemaal Samen terugdeden en wat eerst heel rustig werd, maar bij een volgende poging massaal was, ja, dat was een kippenvelmoment. En als je dat dan nog koppelt aan een heel leuke, goede wedstrijd die je winnend afsluit, dan is dat misschien wel het mooiste moment wat ik bij KWS Westerlo heb al mogen beleven. Wat ik van het voetbal geleerd heb, dat je in het voetbal nooit mag zeggen. Wat ik wel kan zeggen uiteindelijk is dat ik zo gepassioneerd van KWS Westerlo ben, dat ik mij nooit in heel mijn leven naar een andere club zie gaan. Zelfs niet als op een gegeven moment KWS Westerlo, om op even welk niveau dat ze voetballen. KWS Westerlo is de club van mijn hart. KWS Westerlo heeft mij als persoon eigenlijk heel veel gegeven. Ik denk dat ik hier 15 jaar geleden bij KWS Westerlo begonnen ben,
En ik hoop dat ik hier nog 15 jaar bij KWS Westerlo een rol van betekenis mag vervullen.